Hallo allemaal en goedemorgen. Mijn naam is Fidi Jood en ik ben een diehard fan, een echte fanboy van deze mevrouw, burgemeester Femke Halsema. De allerleukste burgemeester in de hele wijde wereld. De allerbeste burgemeester in de hele wijde wereld. Ik ga vandaag verder met mijn epic reviews van de leukste kerstfilms. Vandaag ga ik een review doen van een van de allerleukste kerstfilms. Maar voordat ik dat ga doen, wilde ik een beetje wat delen met de kijkers thuis. En met burgemeester Halsema, want dit is te geestig om niet te delen. Wat is dit? Dat is een scooter, heel goed. En ik woon in een flat en onder mijn raam, praktisch onder mijn raam, daar staat zo'n ding. En die is niet van mij, die is van buren, denk ik, verderop. Ik ken die mensen niet zo goed. Zij zijn een stel, een meneer en een mevrouw. Die scooter is van die meneer. En vanaf vorige week donderdag gaat iedere keer 's nachts, of 's morgens heel vroeg hoe je het wil bekijken, en dat scooteralarm gaat af. Er zit een alarm op. En dat alarm doet het blijkbaar niet meer goed. Want dat ding gaat gewoon random af. En dan gaat het niet heel kort af, maar echt lang. Echt 20 minuten, half uur of zo. En voordat zij met z'n tweeën het voor elkaar hebben om het uit te zetten. En het niet één keer op een nacht. Nee. Soms wel 2, 3 keer. Gewoon, hup, 20 minuten, scooteralarm. Om 1:30 's morgens. En dan is het om 4 uur nog een keer raak. Weet je. Of om 11 uur. En om 12 uur. En om 1 uur. Het is niet leuk. En kijk, als dat ding nou heel eventjes afgaat, dan hoor je mij niet klagen. Dan slaap ik misschien zelfs doorheen. Maar op het moment dat dat ding 20 minuten afgaat, ja, dan ben ik niet alleen wakker. Dan ben ik klaar wakker. Dan zit ik rechtop in mijn bed te wachten tot dat scooteralarm uitgaat. Maar goed, dit gebeurde donderdag, vrijdag, zaterdag. Zondag en maandag. Sorry, nee, maandag niet. Donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag. En ik vond het vervelend natuurlijk, maar ik was ziek. Ik had een griep. Dus ik voelde me al waardeloos. Dus ik was gewoon niet zo bezig met dat scooteralarm. En toen kregen we maandag en toen niks aan de hand. Dus ik heb maandag heerlijk geslapen. En gisteren met gezelschap Christmas Eve gevierd. En toen ging ik naar mijn bed. En raad het nooit, maar ergens 's nachts, nou, wat zal het geweest zijn? 11:30, tegen 12 aan, gaat dat scooteralarm af. En het gaat weer heel lang af. En ik zit weer rechtop en ik heb zoiets van, oh fuck, come on man, niet weer. En dan gebeurt er iets heel bijzonders. De partner van de eigenaar van de scooter, die komt naar buiten stormen in, ja, zo'n joggingpak en een winterjas en een sjaal om. En een helm in de handen. En hij loopt achter eraan in zijn pyjama. In zijn ochtendjas en het is koud. Zijn partner is er klaar mee. Gewoon dat alarm. Maar zij kan er ook niet van slapen. En het is zijn scooter. En hij zal haar natuurlijk 10 keer beloofd hebben. Ja, ik laat het fixen. Ja, ik los het op, schat. En zij zal tegen hem meermaals hebben geklaagd. Wat denken de buren wel niet van ons? Regel die fucking scooter. Ja, schat, doe ik. En nu gaat dat ding dus weer af. Dus zij klimt op die scooter. En hij is aan het vragen aan haar van, schat, wat ga je doen? En zij zegt, nou, ik ga jouw scooter wegrijden.
Ik ga hem op een geheime plek heel ver weg parkeren. Ik verzin dit niet. Dus ik ben heel hard aan het lachen. Ik kan dit allemaal een beetje zo zien door me raam. Sommige mensen staan op balkon, maar dat durfde ik niet. Want ik had ook mijn pyjama. En hij zat smeken van, oh nee, dat moet je niet doen. Je moet niet mijn scooter gaan verstoppen. En zij is hem heel kalm aan het uitleggen. Ik heel kalm was ze. Ik ga hem niet verstoppen. Ik ga hem op een ver weg plek parkeren. Ergens helemaal in the middle of nowhere. En als hij dan afgaat, dan heeft niemand er last van. Ja. Want nu wordt iedereen s'nachts wakker door jouw fucking scooter. Dus hij is echt aan het smeken. Schat je, doe dat dan niet. Want straks steelt iemand hem op die verre plek waar jij mijn scooter gaat parkeren. En dan kijkt ze hem aan. En ze zegt, stelen, dat is onmogelijk. Er zit een heel goed alarm op. Heb je dat niet gehoord de afgelopen nachten? En zij zet er helemaal op. Zet dat alarm uit. En rijdt weg met die scooter. Weet je, ze gaat hem, weet ik niet, ergens aan de andere kant van de stad op een verlaten parkeerterrein vastketenen. En daarna gaat ze pliep met een taxi binnen terug naar huis, weet je. Verstandig, I love my buurvrouw. Ik was het ook in dat stadium helemaal met haar eens, natuurlijk. Dus nou, toen was het natuurlijk wel al heel laat, want ze hadden staan discussiëren voor de deur en zo. Dus laten we even zeggen dat het ietsje na 1 uur 's nachts is. En ik was weer goed klaar wakker. En toen dacht ik, nou weet je wat ik ga doen om in slaap te komen? Ik ga naar een sneeuwstorm kijken. Heeft u dit wel eens geprobeerd, mevrouw de burgemeester? Dit is een partijtje relaxed en deprimerend. Dat is niet normaal meer. Ik had deze. Hij is van Stardust Vibes. En er staat bij Relaxing Sounds. Zullen we dat samen even proberen? Het is heel deprimerend. Let op het spatten van het bloed. Wat is het? Het is 2 hutjes in de sneeuw. En dit. Sneeuwstormgeluiden. Het is om absoluut depressief van te worden. Absoluut depressief van te worden. En dat heb ik toen aangezet, niet hard. En daar ben ik toen heel lang naar gaan staren, zonder bril. En toen werden mijn ogen moe. En toen ben ik in slaap gevallen, ergens rond. Nou, het was nog na 2 uur. En het is nu 5 uur 's morgens. Want ik moet er heel vroeg uit. Ik moet daar ook een hele hoop opruimen en schoonmaken. En dan zorgen dat ik om 8:05 bij de supermarkt ben. Om de laatste verse dingetjes in te slaan. Voor de kerst. Wij gaan vandaag uitgebreid eten. En wij wensen iedereen die dit aan het bekijken is. En ook de mensen die dit niet aan het bekijken zijn. Wij wensen jullie allemaal een hele prettige kerst. En we hopen dat jullie die kerst doorbrengen met familie en vrienden in goede gezondheid. En ik wens de burgemeester van Amsterdam, mevrouw Halsema, die het fantastisch doet, helemaal een prettige kerst. Met het drama met haar zoon. Allemaal afschuwelijk voor dat gezin en zo zielig voor dat joch. Het was echt heel mooi, de media was dingen aan het schrijven waar ze echt zeiden van, omdat ze dat kind niet kan controleren, kan ze ook deze stad niet runnen. Huh? Kind zit chock vol hormonen, man. Burgemeester Halsema heeft 2 van deze. Zo zien ze eruit, precies zo. Moet je kijken. Daar zitten 2 van, een tweeling. Waar is mijn oplader? Waar is mijn oplader? Heb jij... Ja, nee, jij hebt mijn oplader gepakt. Internet doet het niet. Mag de wifi weer aan? Waar is mijn oplader? 2 van deze. Het is dubbel het plezier. Je moet je voorstellen, het zijn ook 2 baby's, 2 peuters, 2 kleuters, 2 tieners en nu dan 2 pubers geworden. Van 15 jaar oud, arme burgemeester. Dat is al straf genoeg. Maar dat is al straf genoeg. Maar daar is er dus ook nog die losbol echtgenoten bij. Die vuurwapens her en der laat slingeren. Het is een zootje. En ze wonen in dat huis, in die ambtswoning, waar voortdurend demonstraties voor de deur zijn.
Dat is een beetje erger dan een scooter. Dan doe je echt geen oog dicht. Gewoon de hele fucking nacht niet. Omdat er een stel maloten staan te gillen over hun clubhuis. Of hun studieschuld. Of hun dieet. Of hun toeslagen. Of iets met vluchtelingen. Kun je je voorstellen? Dit is gewoon één dreun, een alarm. Het is een technisch mankement. Maar wat zij heeft, dat is helemaal onvoorspelbaar. En de laatste tijd was ze in het nieuws. Er was geen stijl aan het piepen. Ze betaalt geen marktconforme huur voor de ambtswoning. Ambtswoning. Hier, ambtswoning Amsterdam. Moet je even kijken hoe dat ding eruit ziet. Dit soort, lieve mensen, dit is op de Herengracht. Dit is de allerduurste real estate in heel Nederland. Het huis met de kolommen. Even kijken. Er zat nog asbest in die woning. Dat moest nog even verwijderd. Moet je zien hoe dat eruit ziet. De benedenverdiepingen zijn een soort museum. En in de woning bevindt zich dan een appartement. En dat appartement is voor de burgemeester. En dus twee van deze. Waar is mijn oplader? Waar is mijn oplader? Nee, jij hebt mijn oplader gepakt. Ik kan hem toch niet vinden de hele ochtend al. Geef me jouw oplader. En mama heeft een oplader nodig voor werk. En nu je klep dicht, anders trek ik de wifi er helemaal uit. Waar is mijn blauwe trui? Waar is mijn blauwe trui? Waar is mijn blauwe trui? Nee, hij ligt niet in de droger. Twee van die. En tijdens de kerstvakantie zijn die twee gewoon de hele dag thuis en binnen. Dus ja, ik weet je, dat lijkt me ook min of meer vergelijkwaardig met een scooter. Maar dan in je huis. Dan in je huis, maal twee. Dus ik adviseer dit wel voor u, mevrouw de burgemeester. Blizzard sound. Op je tablet, tablet op schoot, in bed. En dan een beetje staren naar dat soort deprimerende hutjes. Deze is ook heel deprimerend, moet je deze zien. Oh god, hier heb ik ook nog naar zitten kijken en ik probeerde me voor te stellen hoe het zou zijn om in zo'n hutje te zitten. Zonder die scooter en dat alarm, uiteraard. En dan helemaal stilte en niet dus, waar is mijn oplader? Maar goed, deprimerend hè? Oh, ik zou meteen mijn polsen doorsnijden in dat hutje, echt. In dat hutje heb je vast ook geen internet. Kun je je voorstellen hoe het zal zijn om in zo'n hutje te zitten, in zo'n sneeuwstorm, met twee van deze? En demonstranten voor de deur. En een scooter met een alarm. Dat trek je niet. Niet zonder alcohol. Maar goed, burgemeester, ik zou zeggen, probeer zo'n sneeuwvideo als het u allemaal een beetje te veel wordt. Wat mijn kind betreft hebben wij op dit moment helemaal niets te klagen. Het tegenovergestelde. Wij zijn apetrots. Die van ons is namelijk aan het werk. Dus die zit niet thuis. Die is voortdurend weg. Dus wij hebben de allergoedkoopste kerst ooit. Kerstvakantie ooit. Want het kind is voortdurend weg. Weet je, ze hoeven niet voortdurend met het kind op pad. Dat is heel nieuw voor ons. Wij zijn er een beetje. We zijn nog een beetje van geschrokken. Echt fantastisch is het. We gaan erover, we zijn ook een beetje van naast onze schoenen aan het lopen. Dus gewoon tegen wildvreemde mensen zijn we een beetje begonnen met opscheppen. Ja, dat kind van ons hangt alleen maar op de telefoon. Oh nee, die van ons niet, die werkt. Dan kijken ze je zo'n beetje aan en dan lachen wij zo'n beetje. Maar goed, door die sneeuwstorm kwam ik op het idee. Ik weet welke kerstfilm waar ik morgen een review van ga doen. En dit is ja, een van de beste kerstfilms aller tijden. Sterker nog, het is een van de beste films aller tijden. Deze film staat in mijn top 5, top 10? Zeker wel. En die film die heet The Shining. Dat is een film uit onze jeugd. Burgemeester Halsema en ik zijn ongeveer even oud, rondom de 50. Ja, en vroeger maakten ze naar mijn bescheiden mening betere films dan nu. Dit is een absoluut meesterwerk. De film is gemaakt door Stanley Kubrick. Dat is een van de beste regisseurs ooit. En de hoofdrol in de film wordt vertolkt door Jack Nicholson. En dat is een van de beste acteurs ooit. Er is een hele mooie documentaire. En die documentaire is gemaakt door de partner van Stanley Kubrick.
En die documentaire die heette The Making of The Shining. Dus even kijken of we die kunnen vinden. Die raad ik echt aan. Het is heel leuk om te zien hoe deze film... ja, je kan het wel zo her en der dingetjes van vinden. Maar goed, kunnen we ook... Hier, The Making of The Shining. Kijk. En die duurt een uurtje, geloof ik. Of iets in die richting. Oh, 35 minuten zelfs maar. Nou ja, goed. En daar kun je zien hoe de film, dat viel mij heel erg op, gemaakt is door een heel klein team van mensen. Er zitten heel weinig acteurs maar in. En er hebben maar heel weinig mensen aan die film gewerkt. Het is echt een skeleton crew geweest. En je ziet daar ook Jack Nicholson en hoe die zich aan het voorbereiden is op deze rol. Ik vond het heel bijzonder. Dat heb ik jaren later, nadat ik de film gezien had, kwam die documentaire pas uit. Die ben ik toen ook meteen gaan kijken. Waar gaat The Shining over? Nou, The Shining gaat over een gezin. En dat gezin bestaat uit drie mensen. Jack Nicholson speelt Jack Torrance. En Shelley Duvall speelt Wendy Torrance. En Danny Lloyd speelt Danny Torrance. Jack is een schoolteacher, een leerkracht. En hij wil graag een boek schrijven. Hij beweert dat hij daar al aan begonnen is. En hij krijgt een aanbieding om tijdens de winter op een leeg hotel te passen. Dat hotel bevindt zich ergens in de middle of nowhere. En het gaat daar van de winter zo vreselijk sneeuwen dat de wegen onbegaanbaar worden. Dus ze kunnen helemaal niks daar. Ze zouden daar geen eten naartoe kunnen krijgen. Geen gasten. Dus van de winter gooien ze dat hotel dicht. En dan huren ze iemand in. Dat noemen ze zelf een caretaker. En het is de bedoeling dat die caretaker ervoor zorgt dat leidingen niet bevriezen, et cetera. En als er iets gerepareerd moet worden, die kleine reparaties doet. En gewoon een oogje in het zeil houdt daar. En Jack Nicholson, Jack Torrance, die denkt, dat lijkt mij fantastisch. Dat ga ik doen en dan heb ik 2, 3, 4 maanden rust in dat enorme hotel. En dan schrijf ik daar mijn boek. En dat is leuk voor mijn zoon en voor mijn partner, want die hebben dan dat hele hotel voor zichzelf. Hij krijgt dan een waarschuwing van management van dat hotel. Ze zeggen, ja, het is wel een beetje een gek verhaal. We hebben al een keer eerder een caretaker gehad, een paar jaar geleden. En die werd hier helemaal gek in dit hotel. En die pakte een bijl en die hakte zijn 2 kinderen kapot. En daarna hakte hij zijn vrouw kapot. En daarna pakte hij een shotgun en schoot hij zijn kop eraf. Dat noem je cabin fever. Hij werd gewoon gek in zijn eentje, het isolement in dat hotel. Nou, zegt Jack, daar hoef je bij mij niet druk om te maken. Ik ben dol op de stilte. En je hoeft je ook niet druk te maken om mijn partner en mijn zoon, want die vinden dat alleen maar spannend, zo'n horrorverhaal. Nou, Oké, zo gezegd, zo gedaan. De familie Torrance gaat naar dat hotel toe. En dat is feitelijk waar de film pas echt gaat beginnen. We zien ze aanvankelijk best gelukkig zijn met z'n allen in dat hotel. Er wordt lekker gegeten. Er wordt gewandeld. Er is een mooi doolhof. En dan komt de sneeuw. En we praten hier niet over normale sneeuw. We praten over centimeters dik sneeuw. En je zit echt binnen, dicht bij de kachel. En dan begint Jack langzaam vreemd te worden. Hij is meer teruggetrokken, hij staart eindeloos lang voor zich uit. Hij heeft vreemde nachtmerries en visioenen. Tegelijkertijd begint zijn zoontje Danny, ja, die is een beetje overgevoelig. Die begint ook een soort visioenen te krijgen. Die begint te vermoeden dat het spookt in dat hotel. Dat er iets vreselijks in dat hotel gebeurd is. Dat zijn natuurlijk die mensen die vermoord zijn. Op een gegeven moment beginnen de visioenen
en de hallucinaties van Jack Torrance zo ernstig te worden, dat hij zich in dat hotel waant, terwijl het hotel vol is. Hij zit aan de bar, hij wordt bediend, er is een balzaal vol met mensen, et cetera. En daar komt hij de oude caretaker tegen, die daar nu werkt als een soort butler, als een soort bediening. En zij praten met elkaar, wat helemaal niet kan natuurlijk, want die oude caretaker is dood. Maar goed, zij praten met elkaar en die caretaker die zegt dan van, nou, mijn vrouw en mijn kind verdienden correcting. Ze moesten gecorrigeerd worden, dat is wat ik gedaan heb. En die caretaker die zegt basically tegen Jack, dat moet jij ook gaan doen. Want je zoon en je vrouw, die zijn niet te vertrouwen, die willen hier weg. En die zijn om hulp aan het bellen omdat jij je zo vreemd gedraagt, et cetera. En eigenlijk herhaalt de geschiedenis zich dan. Jack Torrance wordt gek, draait helemaal door, pakt een bijl en probeert met die bijl zijn vrouw en zijn kind te vermoorden. Het is een absoluut fenomenale film. De film duurt ook heel lang. De muziek, de sfeer, de acteerprestaties en de cinematografie zijn adembenemend mooi. Ik garandeer je, je hebt nog nooit zoiets gezien. Ik heb de film gezien toen ik, niet in 1980, toen mocht ik hem niet zien in de bioscoop, maar het zal een paar jaar daarna geweest zijn, want ik was heel erg jong. Toen vond ik het voornamelijk eng. Later heb ik er nog een keer naar gekeken met de ogen van een volwassene en toen was ik helemaal verkocht. Ik heb deze film 10 keer gezien. Ik kan hele stukken dialoog mee praten. En de film zit inderdaad boordevol met sneeuw. Dit is het hotel, heel 70's. Je moet deze film zien, als je deze film nog niet kent. Je moet deze film zien. Dit is uit de documentaire. Maar alles, absoluut fantastisch film, echt een meesterwerk. En ja, op het puntje van je stoel van begin tot eind. Hier komt de sneeuw, zie je maar één plaatje, niet zo goed tussen recht. Maar hier kun je het goed zien, dit is het hotel. Prachtig hè, alles helemaal dicht, helemaal dicht, helemaal depressief. En ja, fantastisch. Ik kan niet genoeg complimenten maken over The Shining. En ik zei dat gisteren al, in die andere review. Kijk, kerstfilm. Burgemeester, ik ben van mening dat als een film maar voldoende sneeuw heeft, dan is het een kerstfilm, klaar. Want ja, witte kerst, weet je, die gedachte een beetje. En tijdens die kerstvakantie sneeuwt het helemaal nooit. En het komt allemaal door global warming. Van de zomer kook je in je appartement. Maar van de winter is het prima te doen. Ik kan slapen met de ramen open. Sneeuw is helaas zeldzaam geworden. En ik ben dol op sneeuw. Dus ja, als een film maar genoeg sneeuw heeft, dan is het een kerstfilm. En ik vind The Shining, nou, het is niet de allerbeste kerstfilm. Deze film komt in mijn top 5, in mijn top 10. Ik denk wel in mijn top 5. Maar niet op de eerste plaats. Die eerste plaats is gereserveerd, bemachtigd door een andere kerstfilm. Daar ga ik het morgen over hebben. Lieve mensen, als je deze film niet kent, nou, dan gaat een hele nieuwe wereld voor je open. En als je deze film wel kent, dan is hij zonder meer de moeite waard om nog een keer te bekijken. En als je vakantie hebt, kerstvakantie, en je hebt 2 van die vervelende tieners de hele dag binnen in die ambtswoning. Waar is mijn oplader? Waar is mijn oplader? Nee, omdat ze bijvoorbeeld niet werken, zoals het kind van ons wel doet. Nee, die van ons die kom je niet zo snel tegen ergens op de gracht met een brandblusser en een nepwapen. Zo is die van ons gewoon niet. Die werkt een beetje en zo. Maar goed, vandaag is zij vrij. En dat betekent binnen hangen. En lekker eten. En inderdaad een leuke kerstfilm kijken. En ik ga vragen of zij vandaag zin heeft in The Shining. Ik denk het haast wel, want zij is ook helemaal gek op deze film. En er zit sneeuw in. En hij duurt 2,5 uur lang. Dan moet ik nog een andere enge sneeuwfilm verzinnen die heel lang duurt. Maar dat lukt mij wel. Burgemeester, ik zou zeggen, doe vandaag lekker The Shining. Zal zij zelf koken met kerst?
Of zal ze een visite krijgen met de kerst? Of moet ze naar mensen toe? Ik zou zo graag weten wat burgemeester Femke Halsema doet met de kerst. Wat ga ik doen? Ik houd het heel simpel. Ik ga iets doen met lamsrolladen. Ik ga iets doen met biefstuk tapenade. Ik ga iets doen met een soort met gebraden kippetjes. Het is een beetje vleesrijk gebeuren. En er is iets met soep. En verder is het eigenlijk heel licht wat er verder gaat gebeuren. Wat fruit, wat sap, et cetera. Het valt allemaal mee. Ik sta wel de hele dag in de keuken. Of tenminste, een groot gedeelte van de dag in de keuken. Maar dat is voor maken en opruimen en afwassen. Maar het is altijd wel leuk, ja. En het is dit jaar mijn beurt, denk ik. Want vorig jaar was het mijn extra beurt. En ja, die van ons is heel goedkoop. Dit is onze goedkoopste kerst ooit. Ik ben misschien nieuwsgierig wat burgemeester Halsema vandaag gaat eten. En waar. En met wie. En hoe. Of zij het zelf kookt. Dat soort dingen zou de gemeente eigenlijk bekend moeten maken. Wat zijn de favoriete films van burgemeester Halsema? Wat doet ze met de kerst? En wat vindt ze van The Shining? Nou, lieve mensen, dat was hem weer. Nogmaals, ik wens jullie allemaal hele fijne dagen. En tot de volgende keer. Merry Christmas. Ho, 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 ho.